Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport heeft op 29 juli 2024 contracten ondertekend met Techman NV, aannemingsbedrijf Guanini NV en Heno Suriname voor 7 projecten gefinancierd door de IDB. Deze projecten omvatten de bouw van bruggen, logeergebouwen, een multifunctioneel gebouw en een doorgangshuis in verschillende regio's met een uitvoeringstermijn van 3 maanden. Het doel is de regionale ontwikkeling en leefomstandigheden te verbeteren. Tijdens de ceremonie sprak mevrouw Supraien haar verwachtingen uit over een succesvolle samenwerking en snelle oplossingen voor eventuele knelpunten. Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken veroordeelt de doodsbedreigingen van een ontevreden cliënt jegens arbeidsinspectieambtenaren. Het benadrukt dat klachten eerlijk en objectief worden behandeld en wijst op legitieme kanalen voor onvrede. De veiligheid van medewerkers is prioriteit. Daarom zijn maatregelen genomen en is de politie ingeschakeld. Bedreigingen worden niet getolereerd. Het ministerie zal procedures en rechten van cliënten verduidelijken. 18 Surinaamse burgers namen van 30 juni tot 18 juli 2024 deel aan een seminar in China, georganiseerd door het Beijing International Chinese College. De groep bestaande uit overheidsfunctionarissen, studenten en vertegenwoordigers uit de private sector leerden over China's politiek, economie en cultuur. Het seminar benadrukte het belang van bilaterale betrekkingen en zowel de Surinaamse als Chinese vertegenwoordigers spraken hun waardering uit en hoopten op een verdere samenwerking.